Willem Barens en Jacob van Heemskerk zijn vastbesloten de fortuinlijke weg naar Indië te openen. Vanavond de première van Nova Zembla. Ja. Een koninklijke première. Ja. En maakt dat de première extra bijzonder? Nee, ik vind de première sowieso al heel bijzonder. Ik vind het wel heel leuk dat ze er zijn, maar bijzonderder kan bijna niet. Want ik vind het sowieso een hele speciale aangelegenheid. Ik ben heel benieuwd. Het is ook de eerste Nederlandse 3D-film. Was het anders om een film in 3D op te nemen? Ja. Je moest langer wachten omdat het technisch vaak of misging. Het is een heel technisch verhaal in 3D. Dus eigenlijk komt dat spelen op de tweede plaats. Technisch zo anders dan 2D, dat je vaak echt niet weet waar je aan toe bent. Het kost bakken met tijd. Een lenswissel kost een uur, dus dat doe je al niet. Dus je draait alles op één lens. Nou, ik weet niet of iemand dat wat zegt, maar dat is echt gek. Heeft u nog tijd gehad om erover na te denken? Als ik terugkom, ben ik rijk. Het acteerdebuut van Doutze Kroes. Ja. Hoe vind je dat ze het als actrice gaat proberen? Ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel... Ja, ik ben heel moedig. En ik ben heel benieuwd. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik ken haar persoonlijk. Ik denk dat ze het heel goed doet. Ze is natuurlijk betoverend mooi op beeld. Sommige mensen hebben gewoon talent. Die hebben gewoon natuurtalent. Daar hoef je gewoon niks mee te doen. En ze is natuurlijk aan de benemen beautiful. Daar hoef je niet eens goed in je tekst te zitten. Wat is het? Het nieuwe land is Nova Zembla. Vond je het lastig om in de barre omstandigheden in IJsland een film op te moeten nemen? Ja, dat was ook heel pittig. Zeker de eerste avond. Sneeuw, storm, regen. En ik dacht, als dit de voorbode is van de rest van de draaiperiode, dan kunnen we ons borst nat maken. Als heel erg bar, en dat was gek genoeg, was het heel erg bar geweest in 2D, of gewoon een normale film. En 3D was extra bar, omdat de techniek weer vereist dat je... Er mag geen druppeltje op de lens komen. De lens is zo groot. Als er een druppeltje komt, moet je stoppen, schoonmaken en weer opnieuw. Dus het was echt wel... We moesten veel geduld hebben. Elke keer weer opnieuw als er weer iets misging. Met gewoon alleen de natuur al. Dus dat is wel een pittige klus, maar wel geweldig. En ik ben heel erg nieuwsgierig eigenlijk naar wat daar binnen gaat gebeuren.